Voilà, dan kunnen we ermee starten, denk ik. De meeste mensen kennen me wel, vermoed ik. Ik ben Walter, Walter ON4AWM van Sint-Truiden. En degene die met BI'ers meegewerkt hebben, daar wil ik nog kort iets over zeggen. Ook degene die in Limburg dat spelletje nog wat trekt. Of getrokken heeft en nog gaat trekken, zal ik het zo zeggen, want er is nu een kentering in dat verhaal gekomen. We gaan het vandaag hebben over digitale datacommunicatie over DMR. Het is een beetje gek, ik zei het straks al tegen Jan. We hebben ons spraak omgezet in digitale data. We sturen die via de radio digitaal door, maar we hebben geen mogelijkheid om data door te sturen. Dat is een beetje onlogisch, dus zeggen wij, ja, daar moet toch een mogelijkheid zijn binnen het DMR-verhaal om op een fatsoenlijke manier data kunnen door te sturen. En daar hebben we dan de laatste 2 jaar aan gewerkt om daar een fatsoenlijke software om te maken. Het concept en de uitvoering is gebeurd door Mark. Het concept is zo'n beetje van mijn hand. Wel, wat is het verhaal in het heel traject van digitale communicatie? In het heel verhaal van BI'ers hebben we vrij duidelijk gezien dat de digitale communicatie de toekomst is. Wanneer er in het kader van noodcommunicatie iets moet doorgestuurd worden, pak maar een lijst, hè. Je begint die maar als naamlijst door te geven via fonetisch alfabet. Dat is een ellenlang ding met heel wat kans op fouten. Daar is natuurlijk een digitaal berichtje al een heel snelle methode om het bijna foutloos en gemakkelijk te kunnen kopiëren door te sturen. Dus we zijn er eigenlijk vrij snel achter gekomen dat digitaal in principe wel de toekomst was. Nu, wat hebben wij allemaal? Ik ga hier wat openzetten. Ik wil iedere keer op klikken. In dat digitaal verhaal zijn er een aantal dingen die interessant kunnen zijn. Als wij kijken naar het DMR-verhaal, daar zit GPS in. Dus we zouden perfect iets kunnen ontwikkelen dat we zeggen, afhankelijk van de locatie waar we zitten, moeten bepaalde dingen gebeuren. Of moeten we verwittigd worden, of noem maar op. Dus dat is die location-based services, wat je daar zou kunnen mee doen. Wat is het voordeel van de digitale weg, DMR, is dat niet iedereen dat zomaar kan afluisteren. De radioamateurs onderling, we mogen niet encrypteren. In theorie doen we dat ook niet, want uiteindelijk de code die wij gebruiken voor ons DMR-toestel is open, daar is geen encryptie op. Maar iemand die een gewoon analoge ontvanger heeft, die gaat er niet veel muziek uit halen. Dus die gaat er toch niet zo direct kunnen meeluisteren. Het is al bijna een radioamateur die weet hoe ze het ding moet instellen, of voor ze dat er echt iets uithaalt. Dus je hebt al een vorm van beveiliging daarin. Het tweede verhaal is dat in geval van er wel degelijk de mogelijkheid bestaat om encryptie erop te zetten. De toestellen laten het toe en het zou dus eventueel in een wettelijk kader, als het echt zover ooit moet komen, kan dat sowieso wel eens kunnen zijn dat ze zeggen, zet er maar een encryptie op, want dit moet als je, oei, dat ding maakt lawaai, moet dat afzetten, tenminste afgaan. Dus dat is iets wat daar sowieso gebeurt, of kan gebeuren. Wat hebben we nog? DMR leent zich eigenlijk heel goed om op dezelfde frequentie zowel voice als data te doen. Natuurlijk, zoals ik straks zei, de voice is niks anders dan data, alleen is het sprake omgezet in data. In principe kunnen die twee dingen vrij goed door elkaar mengen. Dat is ook een groot voordeel. We kennen, of de oudere radioamateurs onder ons kennen het verhaal van Packet, dat was een volledig apart netwerk, andere frequenties, heel andere apparatuur. Hier zitten we met dezelfde apparatuur die eigenlijk alles kan. Het voordeel van digitale communicatie is ook dat je een veel beter powerbudget hebt. Je berichtje digitaal doorsturen, heel weinig data, goed, je lijst is erdoor, kort in de zending geweest, begint je dat met spraak te doen, kost dat veel meer energie. En dat is natuurlijk ook wel interessant als je moet met solar power of batterijen gaan werken, dat je op die manier iets kunt gaan doen. Je hebt door de mode van DMR, die op zich, we kennen de pakket van vroeger, als je dat vergelijkt met DMR nu, dan zie je dat dat ding toch wel een heel stuk robuuster is. Als de mensen die het protocol wat uitgespit hebben, die zullen zien dat daar die fameuze forward error correction in steekt, wat toch op zich een heel mooi ding is. Je mocht al wat weten van je data, alvorens dat het echt verloren is, en kan dat op een of andere manier recupereren, waardoor dat je met vrij zwakke signalen toch wel serieus wat afstanden kunt overbruggen. Dus dat zijn eigenlijk toch allemaal voordelen die we hebben in het digitaal verhaal. En als we over de spraak spreken, ja, met die codex die er tegenwoordig in zit, ik moet maar eens proberen te fluiten op DMR, dat gaat niet echt goed overkomen, gewoonlijk wordt dat geblokt, omdat de spraak eruit gehaald wordt en daar wordt iets mee gedaan. Dus dat wil zeggen, daar zijn toch wel heel wat
interessante technieken. Roaming bijvoorbeeld is ook zo eentje. Die zorgt dat als je door een landgebied inrijdt, dat hij automatisch de juiste repeater zoekt en dergelijke zaken. Dus er zijn toch heel wat mogelijkheden in het digitale verhaal die we vroeger niet kenden. Nu, als die mogelijkheden er allemaal zijn, dan is de vraag, wat kunnen wij ermee aanvangen? Dan zijn wij natuurlijk gaan denken van, wij willen daar die datacommunicatie op zetten. En degene die dat qua software uitgewerkt heeft, dat is Mark, gewoon 4ABS. Mark is vandaag hier niet aanwezig. Mark is niet een ideale man voor hier aanwezig te zijn. Die doet dat liever niet. Die zegt, Walter, doe jij dat maar. Dus dan is er ik hier. Maar Mark is een krak op het gebied van software is, en hardware en zowel analoog als digitale. Dat is dus iemand die van 's morgens tot 's avonds met techniek bezig is. Al wat jaren op pensioen, maar eigenlijk denk ik dat er nu harder werkt dan tevoren. Gewoon met het verhaal van constant met de hobby en met die zaken bezig. We gaan dus kort hebben, hoe hebben we dat aangepakt? In DMR heb je dus in principe twee mogelijkheden om datacommunicatie te gaan doen. De mensen die in de Voice DMR bekend zijn, die kennen dat. In de zin van, we hebben een talkgroep die we gebruiken. We gebruiken een talkgroep en dat is eigenlijk een soort van broadcast. Dat wil dus zeggen, ik praat op talkgroep 9, lokaal hier op de repeater. Iedereen die naar de repeater luistert, kan mij horen. Want jij hebt die in je RX-lijst staan. Wanneer ik de tweede mode gebruik, dan noemen ze een private call. Dan steek ik de ID erin van een tegenstation. En in principe hebben wij alleen verbinding. En we gebruiken misschien even goed de repeater in het netwerk, maar niemand anders kan ons horen. Dat is een private call. Uiteindelijk, als wij datacommunicatie willen gaan doen, dan waren wij van het principe, we moeten dat in die broadcast mode kunnen doen. Waarom? Je zit natuurlijk met een vrij trage snelheid. En je kunt natuurlijk niet gaan zeggen van, als ik hier aan iedereen, dat verhaal wat ik hier nu vertel, allemaal apart moest gaan herhalen, ja, dan had ik effectief mijn foutieve data moeten gebruiken tot morgenavond 21 uur of 23 uur voor het door te krijgen. Dus dat is niet de bedoeling. Wanneer je spreekt over een broadcast systeem, wil dat zeggen, ene produceert, dat is de producent, in dit geval ben ik het hier voor het ogenblik, en alle anderen consumeren. Zelfs misschien iemand anders en zo gaat dat rond. Op die manier krijg je dus vrij veel data door. Die mode bestaat voor data binnen DMR niet. Die is niet gedefinieerd. Dus we hebben binnen DMR wel degelijk het verhaal van de talkgroups, maar dat wordt alleen gebruikt in voice. Of, kleine uitzondering, in text messages. Dus mensen die daar al mee gespeeld hebben, je kunt perfect zo een short message tekst sturen naar talkgroep 9. Iedereen die dit dan heeft, en die op die lokale repeater zit, die krijgt in principe dat bericht. Alleen, jij weet als je dat uitzendt niet of die een ander dat ook echt gehad heeft. Als je private berichtje stuurt, dan krijg je een bevestiging voor te zeggen, hij heeft het ontvangen. Ja. Dus in tekstmessage zou dat wel gaan. En daar zijn we dan gaan opspringen en hebben gezegd, kijk, kunnen we die tekstmessage berichten in broadcast mode, in talkgroep mode, niet gaan gebruiken om onze datacommunicatie op te zetten. En dat is eigenlijk de aanstoot geweest van heel dat verhaal. Hoe gebeurt dat? Wel, je pakt een groot bericht, je kapt dat in stukjes, je zorgt dat, want zo'n tekstberichtje is maar iets kort, dat was bedoeld gelijk een sms'je, voor een heel klein stukje tekst door te sturen. Je steekt dat daarin, je zorgt daar natuurlijk dat daar het een en ander op zit voor te kijken, komt het in de juiste volgorde aan, heb ik alle stukjes binnen, is het correct wat ik binnengekregen heb met de berekening op, en zulke zaken allemaal meer. Dat steek je daarin, je gaat daar natuurlijk nog een stukje verder in en je zegt, wij willen ook, als er iets mankeert, zorgen dat je dat stukje wat je mankeert terug kunt halen. En dat is een technologie die al bestaat van in een tijd dat we de Storm Forward satellieten hadden in de packet. Waar de mensen zeiden, ik moet die file hebben. Die satelliet begon dat te broadcasten. Iedereen die eronder zat, ontvangde dat. Ook degene die file niet moest hebben, sloeg die op. Op het moment dat die persoon die vroeg, de volgende keer de satelliet zal ik doorkomen en zei ik mis dat en dat stuk. Dan zei hij dat mis ik, de satelliet ging dat weer uitzenden. Een ander kandidaat zegt op een bepaald moment, die file is misschien ook wel interessant. Die stelt dezelfde vraag, maar die krijgt die file niet volledig terug opnieuw. Want die had al een deel staan en die geeft alleen maar door wat er mankeert en daar komt dan eigenlijk mee onderaf. Dus dat was toen in de tijd, en dan spreken we van de jaren 80, eigenlijk vrij een innovatieve techniek
om een beperkte bandbreedte toch wel veel data kunnen door te sturen. Wat gebruiken wij nog? We hebben daar nog één ding bovenop gegooid, dat is die fameuze AirSync. En die AirSync, dat is ook een toeltje dat uit die tijd stamt eigenlijk, wat bedoeld was om verschillende servers te synchroniseren. Daar had men gedacht van kijk, we gaan hier toch niet iedere keer als er iets aangepast is aan de ene kant met een hele filestructuur, die een hele filestructuur terug over gaan pompen naar de andere kant. In de tijd van de 24 of 64 kilobit lijntjes, je had dan al een paar weken nodig voor zoiets te doen. Dus die zeiden nee, we gaan dat anders oplossen. We gaan eigenlijk een fotocopie pakken en vergelijken met die van de vorige keer. We pakken het verschil, een deltakopie. We zeggen wat verschilt er tussen die twee. En die dingen die gaan we dan eventueel nog schoenen inpakken en wat comprimeren en die sturen we door. En aan de andere kant, die had natuurlijk dezelfde stand staan, gelijkvormige stand. Die zet alleen die delta erop en die hebben dan het gelijk systeem. Diezelfde techniek gebruiken wij ook, waardoor dat we zorgen dat natuurlijk wat er overgedragen wordt, alleen maar hetgeen is wat verandert en niet hetgeen wat gebleven is. Dat is het idee wat erachter zit. Die whole list, dus dat is effectief voor die stukjes gaan op te vragen die mankeren. Nu, zo'n systeem werkt maar op het moment dat je natuurlijk afspraken maakt. En het is zo binnen ons systeem wat opgezet is, zijn alle stations gelijkwaardig, behalve ene die speelt dirigent. Wij noemen dat de master, maar uiteindelijk kan iedereen master zijn. Als jij morgen als master er bent, jij valt uit, kan iemand perfect dat terug opnemen en zeggen, nu ben ik de master. De mensen die in de Windows-wereld thuis zijn, die kennen het master browser systeem wat daar gebruikt wordt waarschijnlijk, waar dat ene pc in het netwerk zegt van, ik zal bijhouden welke printertjes en welke shared schijfjes er zijn. En als die wegviel, dan hadden ze een halve minuut dat er niks gebeurde. En dan was het een andere. Maar je wist dat niet. Je zag dat gewoon niet. Ja. Hier, daar zit binnen de Windows-wereld, zit er natuurlijk een heel selectieprotocol achter, dus een heel hoop management achter en wij wouden dat verhinderen en hebben gezegd we gaan dat op een manuele basis doen, want als een master uitvalt, ja dan gaat jij dat zien en dan gaat jij zeggen wie wilt hem nu overnemen, dan spreek je even af en dan zet je die als master. Maar technologisch in de software is er in wezen nauwelijks verschil, behalve dat die dus de dirigent speelt. Hij zal het op zich zeggen, jij of ik ga iets sneller reageren als er data wordt doorgestuurd. Om te zeggen, ik ben de eerste. Dat doet trouwens de browser in Windows ook. Dat wil dus zeggen dat je daardoor een soort van failover of failsafe systeem krijgt in je netwerk. Wij noemen dat ook een gedistribueerd, en daar komt de naam van, gedistribueerd, gesynchroniseerd file system. Dat wil dus zeggen, DMR, DSyncFS, is eigenlijk, iedereen heeft dezelfde kopie staan van de data. Als het netwerk op een bepaald moment stabiel is, heeft iedereen alles staan. Dus als er dan een uitvalt, dan is dat niet erg, de ander heeft dat ook. Als de master uitvalt, geen probleem, alle slaves hebben dat ook, en kan een van die slaves op dat moment master gaan spelen. Dus dat is het idee wat erachter zit. Allemaal met het oog erop van zo traag mogelijk te kunnen communiceren, dat je echt dus niet de bandbreedte overgebruikt. Ja. Wat zit er dan in? Natuurlijk, we hebben dat gebaseerd op Itera. Dat wil zeggen dat daar binnen het toestel en binnen de fabrikant, wat de fabrikant allemaal voorzien heeft als extra's in het toestel, dan hebben wij natuurlijk gaan puzzelen wat kunnen we voor ons nog nuttig gebruiken. Die zaken gaan enkel werken voorlopig op Itera, omdat die protocollen en het aansturen van de toestellen ook wel zo zeer specifiek naar die fabrikant toe gemaakt zijn. Maar wat heb je dus? We hebben het hier gezegd, de functionaliteit, datatransmissie. Wij gaan ook niet die transmissie automatisch doen. Mensen die Dropbox kennen, die weten dat. Je gooit toch iets in op je pc en in je achtergrond is die dat aan het synken met een collega of met een cloud folder. Ja, dat is allemaal wel mooi, maar als je dat in radio gaat doen, voor ieder letter die je typt in je bericht, gaat die terug beginnen te werken. Dat is ook niet echt de bedoeling. Dus wij zeggen, dat kan iemand perfect een aantal berichten klaarmaken en zeggen, nu ga ik die synchroniseren. Een beetje alsof je offline, online werkt met zo'n cloud-based file system. Dit ook weer om de belasting op de frequentie te verhinderen. Want de overhead rond een pakketje, als je maar 3 bytes moet doorsturen, je moet altijd zeggen van wie dat komt, je moet zeggen hoe groot dat is,
Als je dat dan allemaal optelt voor die 3 bytes, dan is dat veel te groot. Dus zeggen wij, laat dan het heel geheel af en jij zegt zelf als operator, nu wil ik de data doorsturen. Vandaar dat wij zeggen, dat is een manueel gebeuren. Degene die de data erop zet, die gaat produceren, die drukt manueel op de knop. Degene die ontvangt, is natuurlijk automatisch. Eens als het bericht binnenkomt, hij ziet dat een bepaalde stukken mankeert, dat automatisch de station die stukken die hij mankeert bijvragen. Heeft hij die gekregen, dan pakt hij dat uit en past hij dat toe op zijn systeem. Dat is een automatisch gebeuren. Dus dat is de manier hoe dat de data overgedragen wordt. Ieder station heeft zijn identificatie natuurlijk. De identificatie binnen DMR is gebaseerd op de ID die in het toestel steekt. Dus als je de software erop aansluit, gaat hij de ID uit het toestel lezen. Dat is de ID. Het is ook belangrijk, omdat jij natuurlijk het filesysteem op je PC houdt, in je toestel steekt niks. Dat is een koppeling. Die twee horen bij elkaar. Je moet die ook altijd bij elkaar houden. Ik kan niet een andere PC gaan pakken en daar aansluiten en hopen dat ik dan ineens ook alle data heb van datzelfde toestel, van diezelfde ID. Dus die koppeling moet je wel goed in de oog houden als je met een software bezig bent. Dezelfde PC altijd met dezelfde ID. Je kunt natuurlijk in het toestel een andere ID steken. Hè? Als jij mijn toestel wilt gebruiken, dat je zegt, ik pak mijn PC, dan zit hier een andere ID in. Dat is op zich geen probleem. Maar een ID is eigenlijk hetgeen wat uniek is binnen DMR. Iedere radiomonteur heeft zijn ID. En daarop is het dan ook voor een stuk op gebaseerd. Dat wil ook zeggen dat je natuurlijk zaken gelijk een hurtlist en zo kunt hebben. Je kunt weten wie dat er online is met DSyncFS software en wie er gewoon gehoord wordt. Dus die zaken zitten erop. Standaard heeft DMR die mogelijkheid voor tekstberichtjes, short message teksten, te sturen. Zowel naar private groups als naar privates of ID's of naar groups. Dus die mogelijkheid is ook in de software ingebouwd, dat kunnen we straks laten zien. Je kunt gaan vragen waar dan anders zijn locatie is, want de meeste toestellen hebben een GPS. Dus je kunt zeggen, waar zit jij? Dan krijg je de GPS-coördinaten terug. Wat kun je ook doen? Alert call is zo'n mogelijkheid die er ook in stak, we hebben die er maar bij gegooid. Waar je zegt van, ik druk erop en dan begint een ander gelijk zijn beeper te gaan. Totdat hij de micro pitst en dan gaat hij af. Maar dan, zo kunnen we dus iemand wakker maken als het echt moet zijn. Je hebt wat wij extra toegevoegd hebben om kunnen te werken over het bestaande brandmeesternetwerk, is het gebruik van dynamische TG's. Dus binnen de DMR-groep is het zo dat jij een talkgroep kunt koppelen, fixed, aan een kanaal van de repeater. Zo is standaard een 2061 gekoppeld aan één timeslot. Hier in Vlaanderen is dat timeslot 1. En de 9 is gekoppeld aan timeslot 2. Dat is standaard overal. Daarbovenop heb je nog een aantal vaste statische koppelingen, zoals een timeslot TG8 in Limburg, voor een beperkte groep van repeaters samen te brengen. Alle andere zijn dynamisch. Wat houdt dat concreet in? Die repeater is niet gekoppeld aan een talkgroep. Iemand drukt op de PTT met een bepaalde talkgroepnummer. Op dat moment wordt gedurende 10 minuten die talkgroep doorgelaten naar de repeater vanuit de server. Na 10 minuten die man niet op de micro gepitst hebben, die talkgroep dus niet terug geactiveerd, dan valt die verbinding naar de lokale repeater af en dan hoort je niks meer. Dus de mensen die de laatste tijd nog wel eens wat talkgroep 91 horen. Wel, dat is zo. Dat zijn mensen die eventjes de 91 opdrukken. 10 minuten gaat daar van worldwide binnenkomen. Doet die persoon niks, dan valt na 10 minuten die verbinding weg. Is die natuurlijk in gesprek met iemand aan de andere kant van de wereld, ja, dan blijft dat gewoon doorgaan. Daar maken wij ook gebruik van. We hebben binnen DMR een aantal talkgroups gecoördineerd. En dat zijn dus dynamische talkgroups. Waardoor dat onze zender, en dat is hetgeen wat sommige mensen dan zeggen, hé, hier komt zo'n riesen talkgroep op, wat zou dat nu weer zeggen? De talkgroups die gecoördineerd zijn in België zijn een 2069 en dan 0 tot 9. 99, 91, 92, 93 tot 99. Dus als je die ziet, dan zijn dat eigenlijk onze D-Sync en West-stationnetjes die aan het spelen zijn. Ja. En die gebruiken ieder paar minuten, ieder 10 minuten, even een PTT om die dynamische talkgroep te blijven koppelen met de repeater. Dat is omdat Brandmeister geen tekstbericht gebruikt om te detecteren of iemand aan die repeater hangt. Alleen maar een voice.
Maar ja, als zoiets even verandert, dan kunnen wij dat eruit gooien. Maar daar hangt van brandmeester af. Om dat te kunnen testen, hadden ze er dan een remote PTT in. Dus we zullen straks even zien. We kunnen natuurlijk twee, hè, we hebben de voice, in het toestel de voice TG staan, standaard geprogrammeerd. Maar de data TG die je gebruikt voor datasturen is een andere. Dus in principe zit je, als je een basistoestel hebt, een microfoon, waar je perfect kunt praten met je collega op talkgroep 9. Maar de data gebeurt dus op een van die 20, 69, 1, 2, 3 tot 9. Mark heeft dat ding opgebouwd. De user-omgeving is in C geschreven. En daar zit een volledige Lua-interpreter in voor de mensen die in de software zitten. Waardoor dat er natuurlijk, Lua is een vrij leesbare taal. Mensen zelf kunnen van alles gewoon prutsen als ze goesting hebben en bijvullen door middel van scripting. Dat maakt het natuurlijk al interessant. En er zit ook een database achter natuurlijk om allerhande gegevens bij te houden. Dus de software is wel wat meer dan alleen maar een tekstberichtje op elkaar doorsturen. We hebben daar dan ook een interface op voorzien, zodanig dat die kan gekoppeld worden met derden. Dus in principe was de bedoeling de software te laten fungeren alsof het een modem was. Zoals we een packet hadden, zoals je RTTY of DSK hebt. Je hebt een modem en die koppelt je op een of andere manier naar een software waar je de user interface neerkomt. Wij hebben dus hier ook op die manier een interface voorzien die gaat naar FL Message. En de mensen die FL Digi kennen van de digitale modus, die weten misschien ook dat in Amerika door de noodwerking die er is, ARIS, en BEMS, zoals ze dat noemen, FL Message gebruikt wordt om de formulieren op te maken. FL Message is eigenlijk een frontend waar je heel wat formulieren kunt insteken van allerhande noodorganisaties en gestandardiseerde berichten. En daarmee die kunt gebruiken en doorsturen met eender welke modem. Of dat nu PSK is, Packet, Winlink, noem maar op. Je hebt eigenlijk die interface. En daar hebben wij dus ook nu een toegang tot gemaakt. Waardoor dat je dus op die manier standaard berichten kunt gebruiken. Of je die dan over PSK gaat doorsturen of over DSYNC-FS. Maakt eigenlijk niet veel uit. Dus dat is de bedoeling wat daarin zit. Met dat voordeel nog eraan dat die FL Message ook standalone draait. Je hebt die FL Digi nodig. Dus je werkt alleen met dat berichtenverhaal. En je kunt dat offline klaarmaken en zeggen: nu is het moment, vertrek nu maar met alle data. Of ik ga ze nu lezen. Dus dat is dat stukje wat daarin zit. Dat is de third party interface, die verder nog zal uitgebreid worden. En dan denk je dat nu stilletjes aan een tijd wordt dat we nog een demo gaan, maar dan moet ik zicht hebben. Maar dan zie ik niks. Deze foto die je hier ziet, is eigenlijk het station. Het licht ging aan. Ja. Deze foto is het station waar we al op een drietal plaatsen staan hebben, denk ik. Ja. Bim heeft zo eentje bij. Dus we kunnen zelfs ook eens gaan aankijken. Wat is dat in principe? Je ziet er zit een klein doosje op. Dat zijn die NUX'jes, dat zijn van die netwerkdoosjes die ze achter een tv wijzen voor dan op een tv via het netwerk. Werk, filmpjes te kunnen streamen en zo van die dingen allemaal. Je hebt die dingen, dat is een atom, hè. Dat is absoluut geen zware processor. Maar die dingen die worden verkocht voor 100, 150 euro met Windows 10 licentie bij. De software draait op Windows, hè. Windows 10 of Windows 7 en zo ook wel, dus dat draait die op. Ja, dat is natuurlijk handig als je zo'n kleine moezeldoosje hebt, want dat ding dat heeft een SSD'tje erin, er zit een klein beetje geheugen in. Ik heb 4 gig, dat is niet een klein beetje, maar hè. Dus een netwerkkaart op, er zit wifi in, er zit alles eigenlijk in wat je in een pc hebt. Behalve dat er geen scherm en geen toetsenbord en zo aan. En dat ding dat bolt op 12 volt. Dus dat is ideaal om zo ergens neer te poten in een hoek. En te zeggen van, we gaan dat gebruiken voor die software op te zetten. Je stript dat, je gooit de rest ervan af. Je zet dat ding erop. En dan kun je dus eigenlijk dat ding perfect laten draaien. In die context, gelijk je hier zit, dat station om een 5 CLM. Dus dat thuis ik weet niet hoe lang te draaien. Je ziet ook van boven de Signalink opstaan. Dat is gewoon een USB soundkaart interface. En die is daar bij mij ook op aangesloten. Waarom? Ik kan eigenlijk via een telefooncentrale, bij wijze van spreken, kan ik dus die ook gebruiken om via mijn voice over IP app, in principe remote, met een zender te bedienen en zo te praten. Weliswaar op de frequentie waarop dat die staat. Hè. Dus er zijn wel wat mogelijkheden. En dat is hetgene wat
de hobby van radioamateur is, hè, dat is het uitproberen. Dat is dus het fijne van dat. Dus dat zie ik hier zo staan. Dan gaan we zo stilletjes eens beginnen. Gelijk ik straks gezegd heb, de talkgroups die we gebruiken zijn de 206, dat is België. Alles wat met 206 begint is voor België. En de 90 tot 99 zijn dan onze data-TG's. Iedere data-TG heeft maar één master. En zeker hier in België is dat geen enkel probleem, omdat die over heel het netwerk bereikbaar is. Dus we kunnen dat op die manier doen. We gaan dus zo eens proberen wat van alles te spelen. Hè. Gaat het er nog uit, ja. Goed. De eerste wat je moet doen, is natuurlijk je transceiver in orde zetten. Ik heb nog niks gedaan, dus ik wil dat jullie laten zien. Hoe weet, dat weten we dat is, want dat is altijd de vraag. Hè. Kunnen we laten zien hoe we data sturen, maar dan zeggen de mensen, ja, maar hoe zet je dat op? Ik ga eventjes in de Itera software laten zien wat dat kan. Die zien we stil, dat zijn het niet gewoon. We hebben dat straks gezegd, we gaan dat toestel natuurlijk moeten van zijn kanaal voorzien. Ik ga het nu inlezen en dan laat ik het u ook zien. Is dat leesbaar? Oh. Is dat weer zo warm? Niet fel. Niet al goed klaar hebben. Binnen DMR is het zo dat als je je toestel opzet, dan bepaalt je ook via een RX-list, zoals ze dat zeggen, naar welke talkgroep dat je kunt luisteren. Als je die daar niet insteekt, dan komt die niet door. Ja. Die lijst die is redelijk lang. Maar als jij zegt, ik wil die data-TG's horen, dan moet je ze er natuurlijk insteken, want anders komen ze er niet door. Het is niet gelijk een normale transceiver waar je zegt, ik draai je squelch af en ik hoor alles. Zo werkt het dus niet met DMR. Dus je zult die op een of andere manier door moeten insteken. In DMR doe je dat door die in eerste instantie in de contactlijst te steken. Dat is wel wat ik bedoel moet zeggen. Is het zeker waar, ja? Of niet echt? Nee, nee. We hebben dus eigenlijk in DMR de contactlijst. In die contactlijst, daar steken wij, hier zie je bijvoorbeeld een staan, maar ja, je wilt dat niet fel zien, dat is eigenlijk altijd veel te klein. Is het beter, ja? Ja, iedereen gelukkig. Je ziet hier die TG staan, die worden dus gedefinieerd in uw contactlijst. Je moet eerst zeggen, ik ga die erin steken en we zetten ze hierin, als zijn een groep call, 2069. 099. Dat zijn degenen die hier zitten. Dat zijn die. Die zet je daarin. Eens als je die erin gezet hebt, dan gaat jij natuurlijk in een RX-lijst gaan zeggen dat die daarbij hoort of niet. We pakken hier nu de RX-lijst O en data en we gaan zien dat hier die TG's insteken. Voilà, daar steken we. Van daar tot daar. Diezelfde. Dat is in principe op hetzelfde kanaal, dezelfde frequentie, noem maar op. Natuurlijk gaat jij diezelfde lijst gaan gebruiken zonder die dingen wanneer je alleen dat kanaal voor voice gebruikt. Want zoals ik straks gezegd heb, die berichten worden eigenlijk, dat is die file, die wordt gekapt, die worden in tekstmessages gezet en die worden eigenlijk via de standaard tekstmessage service gestuurd. Dat wil dus zeggen, als jij diezelfde RX-lijst gebruikt in je kanaal, gewoon op je portabel, dan loopt je message buffer vol met allemaal gekke tekens en je weet niet wat er aan de hand is. Dus als jij op het kanaal gaat staan voor data, dan zet je dat ding open, maar dan koppelt je hem natuurlijk ook aan je computer, zodanig dat die data doorkomt tot in je computer. Als je hem op datzelfde kanaal zet, dezelfde frequentie en noem maar op, als voice, dan gooit je die RX-lijst eruit van die kanalen, want anders dan loopt je tekstbuffer vol. Dus dat is belangrijk, dat gaan we direct laten zien. Je hebt dus hier O en data. En je hebt dan hier bijvoorbeeld, ik pak nu maar een andere voor maar even te laten zien. Daar gaat je die niet in terugvinden. Daar staan die niet in. Ja? Daar staan al die anderen
Zweden, 91, noem maar op. Als we dus nu naar het kanaal gaan kijken. Channel. Dan kunnen we hier nu het verschil gaan zien tussen de twee kanaaldefinities. Ik zal dat van MLB pakken. Hier ziet je een verschil. Hoe zit hij? Daar. We hebben bijvoorbeeld TG9, het kanaal wat hier lokaal op de repeater gebruikt wordt op timeslot 2. We zeggen dat ook, timeslot 2. Hier gebruiken we de roaminglijst Noord. Ja? Dus in de repeaters worden die daar allemaal uit als je roaming wilt doen. Maar als RX-groep gebruik je hier 9. Ja? In die RX-groep gaan alle dingen staan, behalve die datakanalen natuurlijk. Er gaat een 91 in staan, er gaan al die andere on-demand groeps in staan, want anders gaat je ze niet zien. Je gebruikt hier natuurlijk ook als TX-groep 9. Want als je wil terugpraten standaard, als je dat kanaal zo definieert, gaat je daar ook een 9 doen. Ja. Gaan we nu kijken naar de datastuk. Dan zien we dat eigenlijk alles hetzelfde is. We gebruiken hier 8 of 9, ja, lokaal. Als we de micro vastpakken van dat toestel, gaat dat ook gewoon uitzenden als voice. Maar we zien hier dat we nu in de RX-groep ON data staan hebben, waardoor dat we dus eigenlijk de data die we ontvangen van die, al die andere, van die 9 data-TG's ook doorlopen. Dus dat is van al wat daar insteken. Dat is een foutje dat je zeker niet moet maken, want anders dan weet je dat heel snel. Als je dus die toch gebruikt en je zegt ik maak maar één RX-lijst voor alles wat ik in mijn toestel zet, ik zet er zoveel mogelijk in, ja, dan gaat je met die tekstberichten een heleboel gaat overlopen en wat zeggen, wat is hier aan de hand, wat komt die allemaal voor gekke boel binnen. Ja? Voor de rest, definitie en zones en al die toestanden, ik denk dat dat meer een cursus is voor het zeggen van hoe moet je toestel programmeren. Maar wat is dan, of wat ze nog kunnen interessant zijn, is natuurlijk dat je hier een power-on kanaaltje hebt, als je dat ding opzet, dat die automatisch daarop gaat. Zeker als je zo stationnetje hebt, gelijk als ik thuis, als je de voedingen zo uitzet en aan, dat je niet moet zelf kan zeggen wat kanaal moet die gaan. Dat zijn een aantal interessante dingen. En nu moet jij gaan zeggen tegen dat ding dat die forward naar PC moet doen. Waar zit dat nou weer? Netwerk. Voilà. Netwerk settings. Je ziet in deze hangt hier met een kabeltje, USB, aan de PC. Uiteindelijk zijn ze bij Itera zo vriendelijk geweest van een driver te maken die netwerk langs de lucht simuleert alsof dat een ethernetkabel is. Dat een netwerkkabel is. En dat is dus hetgeen wat je hier ziet. Dat zijn die instellingen. Uiteindelijk zeggen zij, kijk, die kabel die gaan we in de radio 192.168.10.1 voor de IP mensen een netje geven, dat is die kant. De PC krijgt dan een 2. Dat is dat stukje, die verbinding. Het netwerk wat in de lucht hangt, dat noemen zij dan het radionetwerk, radio IP. Dat is hier ingesteld als zijn de 11, als subnet. Dat is een klasse A domein, dat is vreed aan de tand en dat is ook hetgeen wat ik in mijn handleiding ook omschrijf. Wanneer jij thuis natuurlijk door 192.168 ergens iets van je wifi hebt, is dat niet erg. Dan vind je toch altijd wel hier nog, hier is dan die 10, kun je altijd nog wat cijfertjes genoeg vinden om dat erin te steken. Dat is geen probleem. Maar wanneer jij thuis in een netwerk zit, of je zit op werk in een netwerk dat een local LAN heeft, gelijk een telenet, die overal 10 gebruiken, dan heb je het probleem. Want als jij hier zegt, die radio is ook 10, dan weet je PC-service niet meer goed langs welke weg, ik leg het simplistisch uit, langs welke weg dat die data weg moet. Als jij dan zegt op het internet met die PC, www.telenet, dan zeg je, ja, wat is het nu? Is het langs die kant of is het langs die kant dat ik weg moet? Want dat is allebei 10. Dat maakt het moeilijk. Om dan die problemen wel op te lossen, zet je die op een ander subnet. Weliswaar niet de ideale oplossing, maar één die werkt. Dus je schakelt daar natuurlijk een stuk van internet mee uit. Want als je nu zo naar een site gaat die met 11 als IP-adres begint, dan heb je wel een probleem. Maar oké, je kunt je software laten draaien. Vandaar dat dat hier bij mij op 11 staat. Ik hang uit het Wireless Belgium netwerk en dat is natuurlijk een 10 subnet. En daarmee is dat
dat dat op 11 staat. Wat doe je dan? En dat is een belangrijk stuk. Hier staat forward to PC. Zoals ik straks zei, als je gewoon alles zou configureren en je zit op dat datakanaal en je hebt die in je RX-lijst gestaan, zo kan je hem zelfs instellen, dan komt het allemaal in je tekstbuffer hinder binnen. Dat is de bedoeling niet. Het moet naar je PC. Dus je moet op een of andere manier zeggen tegen je toestel, al wat je binnenkrijgt, dat moet je doorsturen naar je PC. En dat is hetgeen wat je hier doet. Als dat opstaat, wil dat zeggen dat ook alle andere tekstberichten doorkomen tot op je PC. Ook berichten die naar talkgroep 9 gemaakt zijn of naar ergens anders iemand iets verstuurt, die komen allemaal door op je PC. Het principe wat hiermee zegt is dat alles wat met data te maken heeft, komt door naar je PC. Ongeacht van welke talkgroep dat het is. En dat is wel belangrijk dat je dat opzet. Als de software goed geïnstalleerd is, dan gaat die, als je dat de eerste keer doet, gaat die dan op een bepaald moment een tijdje de Windows drivers installeren en een heleboel doen. Ik heb dat hier al wat voorbereid, omdat het anders allemaal veel te lang duurt. En de helft van de tijd, dan, hè, Michel, dan heb je er wel wat problemen mee als een driver het niet te goed vindt en zo. Dus daar gaat het over. Als je die instelling doet, moet je een write doen. Ja? Mensen die dom spelen en zeggen, ik ga dat met clone doen, ja, dan past die instelling niet aan en dan zet je geen stap verder. Dit is dus wat de instelling is van het toestel. Staat op, ik weet niet op welk kanaal dat zit. Baf, dat zal niet lukken natuurlijk. Gewoon hier moeten naar OB gaan. Zodat we rond kunnen. Nu, we zijn er nog niet, want ik heb ook de software nog niet geïnstalleerd. Wil je dat ook laten zien natuurlijk? Hè? Dat is de bedoeling. Over waar het hier. Te zitten. Dus ik heb een micro gedrukt. Die gaat open. En wat zegt Wim? Ik heb hem gezien. Hè? Als hij de M-foutlist doet, dan kan hij zeggen, ik heb hem gezien. Ja. Dus Wim kan dat zien. Dat is een teken dat werkt. De software zelf, daar hebben we ons natuurlijk ook wel over bezig gehouden. Als wij later mag ik wat vragen. Ja. Ik hoef daar geen mobiel toestel voor te hebben. Met, nee, met een Hytera portabel. Gaat even goed. Oké. Je hebt twee toestellen waar die software blijkbaar, ja, fijn, misschien wel drie of vier, want die nieuwe toestellen van Hytera heb ik nog niet getest, maar ik ga ervan uit dat die, als ze de professionele lijn blijven volgen, dat dat even goed gaat. Dat zijn die portabels, de 785 en de mobiel 785, dat zijn de twee waar wij dat getest hebben. En daar werken allebei bij. Dus die software die erin zit is dezelfde, denk ik. Maar ik ga ervan uit dat die anderen dat ook kunnen. Ik weet niet wat die 655 is. Dat is hetzelfde dan de 785. Dus dat, dan gaat dat daar ook oplopen. Ik kan er niet van uit dat daar een probleem zou geven. Ik heb hem nog niet getest, maar als jij hem liggen hebt, steek hem in. En die mag ik heb een Titera. Dat is een ander probleem, sorry. Ja. En ik heb ook met mijn Rieterdit. Ja. Ja. Ik had misschien al die dingen bijeen moeten leggen en hier een Hytera gekocht, dan had dat gegaan. Ja. Nee, die software is ontwikkeld op de softwareomgeving van Hytera natuurlijk, omdat die ook die mogelijkheden verzet. Die andere merken, die zullen dat misschien ook wel hebben, maar we zijn er niet op te ontwikkelen geweest. Dus. Zoals ik straks zei, het is een Lua-code, uiteindelijk is de user interface open, er zijn een aantal bibliotheken in. Degene die zegt, ik wil dat gerust op iets anders ontwikkelen, pak contact op de markt en dan, die zal u wel gidsen van hoe dat hem dat gemaakt heeft en dan kun je, als je zelf softwareontwikkelaar bent, dat op een ander merk doen. Liefst, hè, als er veel mensen zijn die een ander toestel hebben, dat ook die mogelijkheden heeft en dus er iemand die zich geroepen voelt, doe maar, hè. Het is dus niet dat dat gesloten ding is of iets, of commercieel, dat is puur hobby. Hè? Dus uiteindelijk kan dat perfect door iemand anders gebruikt worden. En door die Lua-code
is een heel stuk van die zaken relatief goed te begrijpen. Natuurlijk die driver, wij zaten hier ook mee, want we hebben op bepaalde mensen te denken, ja, kunnen we dat niet op een Linux of zo gaan draaien of op een Raspberry steken. Die driver van Itera is een driver van Itera en die draait onder Windows. En daar hebben we dus weinig keus. Dat is ook de reden waarom dat we dat minidoosje in Windows gekocht hebben. Want je kunt die dingen voor de helft van de prijs vinden voor Linux, maar ja... Want, Itera levert alleen een driver in Windows, dus... Zijn dat ook gebonden aan een Itera repeater? Of mag nee, dat niet uit? Nee. Dus een MMDVM die stuurt die data ook door? Die stuurt die ook door. Het enige probleem wat er gemerkt is, en Dominique heeft me dat gezegd, dat is dat een MMDVM, het protocol wat in Itera gebruikt wordt, dat noemt Enhanced Channel Access, dat dat niet gebruikt wordt door de repeater. Ja, maar dat is het, daar dat we het nog over gehad. Bij mij is dat dus, mijn MMDVM is dat dus niet het geval. Die heeft dat probleem niet of wat? Dominique heeft dat probleem en ik heb dat probleem niet. Ah. Het zou kunnen zijn dat het een codeplug is van die kanaal, dat we die kanalen destijds nog niet aangepast hadden. Ah ja, ja, dat stuur ik je straks al te zien. En als kopieer ik hem eens, haal ik hem eruit en ik stuur hem door. Ja, ja, ja. Kan ik eens nakijken. Je kunt dat dus per kanaal op of afzetten. Dus ja, uiteindelijk als je zegt dat ze een MMDVM repeater, dan zet je in je kanaal dat ding gewoon af en dan heb je dat probleem natuurlijk niet. Maar, ja, maar ik zeg, dat is een stuk van het Itera-protocol wat niet compatibel is. Ja, compatibel is. Of, ja, maar daar niet in opgenomen is. Er zullen misschien nog zo'n dingen zijn. Hè? Maar een tekstmessage, vandaar dat was ook belangrijk voor ons. Een tekstmessage wordt eigenlijk door iedereen gedaan. Ik denk niet dat ook, want het is gedefinieerd standaard binnen de DMR-standaard. Dus. Ja, maar die wordt bij Brandmeister omgetoverd naar een ander merk. Hè? Textmessage, want vroeger ging dat niet tussen een Itera en een Itera. Ja. Dat gaat nu wel. Ja, maar dan hadden zij een, want in Itera kon je twee vormen insteken. Je had dat Itera, hoe noem je dat? Chinese wel? Compressed IP of zoiets. Je had dus een aantal mogelijkheden, ofwel zat je in de standaard te werken, ofwel zat je in een proprietary protocol te werken van Itera. Ja. Maar natuurlijk moet ook een driver bestaan van Itera of Retevis naar de computer toe, dat je die als data kunt gebruiken. Bij de wilde krijgen. Ah, ja. Ja, in theorie kunnen zeggen, als je hem kunt programmeren, dan zal dat veel kunnen doen. Als je hem remote kunt bedienen, dan wordt het nog interessanter, want dan gaat het waarschijnlijk wel lukken. En het zou mij sterk verwonderen dat ze het niet zouden hebben. Misschien staat het niet open, hè? Ja. Dat is wat anders. Ja, er is tegenbruikje uitsluitend Itera. Itera's, ja. Maar hier een MLB, dat is een tweeslachtige sectie. Oh, dus dat is zowel Itera als Itera. Ik weet dat dus als dus de plug moet aangepast worden, dus dan zijn er twee mensen dus... Ja, Francis doet dat. Hoe is de verhouding, Michel? Heeft, nee, dat, ik weet niet hoe de verhouding is. We hebben destijds een samenaankoop gedaan met Itera, omdat Itera toen het enige merk was dat we konden aanbieden. Itera bestond niet. Hè? We hebben toen gekozen voor de MD785, net zoals de RST. Enkel de portales zijn we één versie verder gegaan. Zijn we van niet de 785, maar de 685 aangeboden. En nadien, weet je, zijn die goedkopere toestellen op de markt gekomen. Toestellen voor 200 euro, die ondertussen, wat is het, 150 of 120 euro kosten. Er bestaan ook verschillende varianten, gezegd hetzelfde, Itera, Retevis. En dat is natuurlijk een andere codeplug. En daar heeft Francis zich op toegespitst. En dat heeft dan met succes een hele mooie codeplug, naar analogie van onze codeplug. En ja, als de ene verandert, de andere verandert, als er bepaalde functionaliteiten bij komen, dan worden die codeplugs in functie daarvan aangepast. Ondertussen zijn er mensen die zowel de Itera als de Itera hebben. Itera is natuurlijk, het is natuurlijk een goedkope, Itera, Retevis enzovoort. Hè. En bovendien, dat bestaan daarnaast nog een heel race van andere toestellen, die ook van Chinese, het zijn allemaal Chinese makelij, die ook bepaalde functionaliteiten hebben. Hè. En daarmee, ik zelf ken niks van die Itera toestellen. Dat is Francis die zich daarop toegespitst heeft. Hè. Maar ik denk toch dat hier in de club zeker een tiental van die toestellen in gebruik zijn, als ik me niet vergis. Voilà. We gaan straks op de software overgaan. Ik ga nu kort even laten zien hoe de software eruit ziet, want dat is altijd interessant. En degene die hem installeert, in principe op de website gaat je filmpjes vinden waar dat in uitgelegd staat hoe je die software moet installeren. Echt moeilijk is het absoluut niet. Maar ja, we kunnen dat straks eens even zien. Degene die echt geïnteresseerd zijn om te zeggen, doe niet dat eens, dan doen we dat even.
ik ga die hier laten zien. Wat heb ik hier gedaan? Ja, ik speel een beetje vals natuurlijk. Ik heb dat ding via een teamviewer van op afstand in bediening. Hè? Waardoor dat ik het een en ander kan laten zien. Wat zie je hier? Dat is het scherm waar de software eigenlijk rond draait. Ik ga nu hier eventjes, als je ziet waar dat we hier zitten, in de Vraamberg. Gelukkig is de repeater terug online. Ik ga die eventjes afzetten en dan direct terug op. Software even afgooien. Hoe start je de software op? Eens als die geïnstalleerd is. Deze Sync FS, daar hebben we een batchfoutje voor gemaakt. In die batchfout, daar staan die, je weet straks hebben we gezegd, 10 talkgroups. En daar gaat je dus zeggen welke van de 10 dat je gaat gebruiken. Dus wanneer er een netwerk wordt opgezet ergens, is het ene master en al de rest zijn gebruikers. Dus wij zijn nu constant aan het testen geweest in de 8 achteraan. Dat is een 20698. Stel dat morgen daar een groep in de andere kant van Belts wil testen op Desync FS, ja, dan pakken die ofwel een 8 en dan gebruiken ze het als slijf, ofwel pakken zij een ander en zetten zelf ergens eventjes als master een op en doen daarmee. Nadeel is natuurlijk, als jij vandaag master speelt en een hele hoop files hebt en jij master morgen met een hele hoop andere files over diezelfde TG, dan loopt de boel vast. Want ja, dan kan die PC niet weten dat dat andere data is. Dat is hetzelfde verhaal als wat ik straks zei, als je een andere PC aan je toestel gaat hangen, dan krijg je ook van die problemen. Dat zijn zaken die heel moeilijk oplosbaar zijn, of je moet ik weet niet hoeveel checks op gaan draaien, en dan zijn we eigenlijk meer bezig bij het management dan met het oversturen van data. En daarom hebben we gezegd, ja, dat dingetje gaan we voorlopig eruit laten, of we moeten echt wel een simpel terugscrimpen. Dus je start hierop, ik pak hier nu de 8 en ik start dat dingetje op. Wat doet dat verhaal? Je ziet hier nu een vraag voorkomen. Het is een beetje moeilijk zichtbaar, het beeld is niet zo echt duidelijk. Maar gaat erover. We hebben dat straks gezegd, in principe wat gebeurt er? Er wordt iedere keer een fotocopie van de data gemaakt en het verschil van die data wordt in een file samengebracht en die wordt bewaard. Die file wordt doorgestuurd naar de tegenpartij, die pakt dat terug uit en die plakt dat terug op hetgeen wat er daar heeft, waardoor dat de beide terug in een gelijke stand krijgen. Die file, dat noemen wij een batchfile. Als jij natuurlijk van begint van nul en je houdt alle batchfiles bij, dan heb jij in principe perfect een backup van je heel systeem. Want dan zou je kunnen zeggen, ik begin met batchfile 1 te draaien, dan plak ik daar 2 op, dat was de derde verandering, dat was de vijfde. En op een duur dat ik ze allemaal gehad heb, heb ik eigenlijk dezelfde stand staan als op de andere kant. Die batchfiles, die proberen wij ook regelmatig online te zetten. En dat is hetgeen wat we hier laten zien. Zodanig dat stel dat je in een noodsituatie de field wordt ingestuurd en dat jij met je apparatuur daar moet gaan inpakken, instappen in een netwerk wat daarvan draait en jij zou daar blanco gaan starten met uw ID, dan gaat die natuurlijk alles terug opnieuw gaan oversturen. De frequentie wordt een halve dag bezet. Dat is niet de bedoeling. Als jij kunt vertrekken vanuit een situatie waar dat het nog allemaal in orde is, dan gaat je via het internet of op een andere manier je systeem al zoveel mogelijk gelijk zetten met de stand die er is en dan de field in en verder doen. Ja. En voor dat mogelijk te maken hebben wij voorzien dat je dus die batchfiles, zoals wij dat noemen, kunt ophalen en al uitpakken. Natuurlijk, in dit geval zijn er geen en laten we dat gelijk is. Dan start het systeem op en wat gaat hij zien? Hier bovenaan gaat hij al zeggen, master is ON5CLA. Hij heeft zijn ID uitgezonden en hij is er even mee bezig geweest en hij heeft gezegd, dat is een master en die heeft mij geantwoord en dat is ON5CLA. Dus hier zie je eigenlijk al duidelijk dat dit netwerk draaiende is. Als er geen master is, dan kun je in wezen geen data sturen. En dat is om te verhinderen dat er dus een inconsistentie gaat gebeuren in het netwerk. Er is er ene die dirigent is, en als een dirigent niet is, dan speelt dat allemaal vals. Hè. Dus dat is de bedoeling om daar altijd te zorgen dat er ene master is. Die master is ook degene die de teller uitdeelt. Als jij al 5 batchfiles opgestuurd hebt, zal hij zeggen, de master die ik van u gehad heb was 5. Stel dat jij er meer gemaakt hebt, dan zeg je, ja meneer, dat klopt niet, een master.
Want ik heb er al 6 of 7. Dat is niks, hier zijn die 2. Dus dan wordt dat automatisch bijgeplukt. Stel, wat stuurt die master ook uit? Die zegt, ik heb van die mensen ook patch files. En dat zijn de nummers die ik daarvan heb. Uw station komt online en zegt, van die en die heb ik, van die en die. Hé, hey, die heb ik niet. Stuur me die ook eens op. En dus op die manier komt het netwerk op een bepaald moment terug in evenwicht. Dus dat is de bedoeling van die datatransfer. Zijn een software interface is natuurlijk van die aard dat je door meer kunt mee doen, zoals we straks gezegd hebben. En ik kan dus perfect iets gaan sturen en in wezen hier een calling geven, ON5, CLM bijvoorbeeld. Dan zie je dat hij ook automatisch vertaalt met een ID voor het mooi te doen. Ik zou kunnen perfect hier een identificatie sturen van mijn station. Ik kan de veranderingen doorsturen. Ik kan hier een private message sturen. Als ik ze aanmaak, de mensen. Dit is een test. Hè? En is er hier iemand die een DMR die Tera opstaan heeft? Als je mij zijn ID zegt, dan stuur ik het eventjes door. 206-40-34. 206-40-34. Ja. 7Z, dit is een test. Nu stuur ik u een private message. Heb je iets toegekregen? De currency was bezet. Ah. Wacht even, ik ga... Dat is natuurlijk iets waar je nodig aan hebt. Ja, doe maar. Ja. Ja. Je hoort het dus. Hè? Dominique kan u ook iets terug antwoorden. Ga antwoord maar eens terug. En dan zie je dat op je verschijnen in een ander venster. Dan komen die berichten binnen. Het is eigenlijk niet... echt in een chatbox, maar je kunt toch al wat van die functionaliteit doen. Je ziet dus hier komt nu een melding van, hey, er is iets binnengekomen. En als ik daarop klik, dan zie ik dus wat Dominique gestuurd heeft. Tot ziens. Het is goed, Dominique, ik zal vertrekken. Hetzelfde hebben we straks gezegd, kunnen we naar een groep ID sturen. Een groep ID, je hebt nu is er over en weer geweest met het toestel. En eigenlijk is er een bevestiging geweest dat dat bericht aangekomen is, kinder. Als je dat stuurt, een berichtje stuurt naar een groep ID, en ik stuur dat dan via Send Group Message, dan komt er geen bevestiging. Het enige wat kan zijn is dat toevallig Dominique dat wel gehoord heeft, dan heeft hij dat bericht gehad. En heeft hij dat niet gehoord, dan is dat verloren. Dat is de fameuze broadcast verhaal en dat is de gewone tekst. Wat kan ik ook? Ik kan hier een alert call, hè, dus Dominique. In slaap valt, dan kunnen we zeggen, we gaan hier naar waar kan doen. Ja? Je hebt een gat zeker? Ja. Dus dat is de fameuze beeper, dus dat is ook wel interessant om te hebben. Dat zijn dus mogelijkheden die daarin staan. Wat kan ik ook gaan doen? Ik kan kijken of het toestel online is. Als ik dus hier een radiocheck doe, dan zegt hij hier, online check, start het, en dan komt hij even terug. Het succeedt voor te zeggen dat toestel staat op. Dat kan natuurlijk handig zijn, hè? Als je weet, is die er niet of is die er nu niet? Even checken. Ja. Je kunt een location repairs doen. Ik weet nu niet of zijn GPS gelokt is. En anders gaat hij, dan gaat hij daarvoor terugkomen. Voilà, je ziet, er komen dan ook gegevens in de GPS terug. Je kunt dus zien, ah voilà, dat is de positie waar Dominique nu zit. Dat zijn dus mogelijkheden die je kinder hebt. Hier heb je ook de stations heard, dat zijn dus de alle stations. Je ziet hier, dat zijn toevallig allemaal desync en west stations, dat hem hier gehoord heeft. Wim, 5CLM, en je ziet dat Mark ook online is. Hè? Dus dat werkt ook. We kunnen Mark ook wakker schieten, als het moet zijn. En hier zie je wat de status is. Je ziet hier dat Wim en 5CLM zijn online. En Mark zelf is met zijn desync en west niet online. Dat is wel gehoord, maar is blijkbaar met zijn software niet online. Dat zijn zo de modem interface stukken die je hier ziet. Zoals ik straks gezegd heb, is de bedoeling dat je data communiceert tussen de verschillende... Oei, waar staat die?
Er zijn nog een hele hoop functies hier van boven. Maar we hebben daar de user interface op gezet. Gaan we opkomen. En dat is die FL message. Voilà. Even zo te zetten. Een atommetje. Die precies waar. Voilà. Er zijn wel mensen die daarmee gewerkt hebben met FL Message en FL Digi en zo. FL Digi misschien wel, maar dan meer in de command line. Uiteindelijk is het daar ook, je kunt een bepaalde vorm openen. We hebben hier zelfs een IDIRS vorm van gemaakt. Waar je dan aan de hand van een website, wat zie je zien, diegene die dat formulier kan herkennen. Voilà. Dus dat is echt zo het formulier, gelijk dat soort de papier invullen, dat je dan volledig kunt invullen. Gewoon daar eens iets invullen. Het event, zijn we vandaag de 16e, hè? 16a bijvoorbeeld als event, maakt niet uit wat het is. Nummer, we geven daar een nummer in. Priority, Station of Origin, hij zal er nog wel iets laten zien. Ik vul er maar iets in, om maar iets in te vullen. Hè. Om dan dadelijk eens eventjes te laten zien. Van. Is misschien nog iets waar jullie herinneren van de opleidingen allemaal. Het was een redelijk ingewikkeld formulier met heel wat mogelijkheden. Niet gemakkelijk om te doorgronden, maar toch om maar te zeggen. Je kunt dus een user interface maken, deze is nu gebaseerd, die dus een template gebruikt als plugin in die FL Message, waardoor dat je zulke mooie dingen kunt gaan doen. Je kunt je eigen formulieren gaan maken met dan eventueel wat scripting-achting die nog het een en het ander gaat checken. Om iets te doen. Als ik hem zeg check, dan zegt hij: hey joh, je hebt een foutje, want toen had hij iets vergeten. Ja, oké, dat is goed, ik had er iets vergeten. Als hij nu zegt check, oké, dat is in orde, dan mogen we dat submitten. Ja. Ik heb dat gestuurd. Die browser terug te voegen. Nu zie je dat dat hier staat. FL Message, wat doet hij? Die pakt er eigenlijk alleen een tekst uit, die maakt dat relatief compact. Dat is mooi ervan. Hij zegt: ik ga die file bewaren. Ja, save dat maar. Oeps. Heeft dat nu gedaan. En nu ben ik dus eigenlijk de operator en zeg, ja, die file is bewaard. Nu gaan wij die door gaan sturen. En hoe doen we dat? We gaan eerst natuurlijk van alles wat in FL Message zit, gereed maken om door te sturen. En dan noemen we die knop die hier van boven staat, FL Message Sync. Er draait een batch vaak in de achtergrond, heeft het allemaal een mooie rit gemaakt. En nu zeg je, transmit where the changes. En je gaat zien, hij maakt daar iets van. Hij maakt zo'n ding file en een batch file en hij begint die door te sturen. En die file is er al door, denk ik. Klopt het? Dan heb je iets binnengekregen? Ja, dat is nog beter. Dat is nog beter. Ja. Ja, dus nu krijg je, misschien kan Wim eens iets antwoorden, dan zien we hoe dat hier binnenkomt. Je krijgt dus een bericht op een bepaald moment dat er een nieuwe batch file is. Is die volledig binnen, alle whole stukjes ook binnengekomen, want als er iets onderbroken is, dan pakt hij dat uit en dan zegt hij, tik, ik heb hem al. En dan kun jij weer zeggen, ik doe die sync en ik ga kijken welke berichten dat er binnengekomen zijn. Dus dat zijn de mogelijkheden die die software heeft. Ik denk dat ik doorver alles mee, het is wat klein natuurlijk. Ik zou zeggen, diegene die interesse hebben, komen gewoon langs mij staan en kunnen we niet zien. We zetten een bril op, gelijk als ik geen compositie heb. Dat is dus de software op zich. De installatie zelf is een zipfile uitpakken. Twee settings veranderen, zijn er uw call en eventueel uw netwerk ID.
En dan nog een zipfile, dan nog een batchfile runner en dan eigenlijk het opstaan. Dus in wezen is het simpel, behalve als je op een Apple werkt en door de Windows op kan draaien. En via, ik weet niet, allemaal gekke software, dan werkt dat niet. Maar, dus dat was het zo'n beetje. Nou, waar zit het in die bericht? Hè? Waar zit het in die bericht? Die bericht? Ja. Heb jij die gestuurd? Nee. Ah, je zegt dat er geen master is, dus een master in de weg zit. Ja, die is er. Waar zitten de berichten? Zit er in Apple Message? Yeah. File. Open. Berichtje zeg. Ik zal daar gewoon zo'n berichtje pakken. Dus, dan kun je dan met Viewport kunnen dat perfect zien. Welke datasnelheid houd je? Ik denk 114 bytes per seconde. Oei. Oei. Ja. Dat is bijzonder weinig. Dat is bijzonder weinig, maar daar tegenover staat dat je natuurlijk dat ding ook heel... Je ziet het, hè. Wim is daar aan het werken met een portabel, hè. Je kunt dus met een minimaal aan antennekracht en zendkracht kun je datacommunicatie doen. Hè? Natuurlijk, als jij een wifi-station hebt met een direct zichtverbinding op 2 kilometer, gaat je daar een paar megabit kunnen doordraaien. Maar hier kun je bij wijze van spreken portabel in het veld gaan zitten en je werkt ook. Hè? Door de eigenschap van DMR is juist een beperkte bandbreedte, want die hebben niet veel als bandbreedte, dat is 12,5 kc. Daar digitaal data gaan doorsturen met forward error correction, zodanig dat je zelfs met heel zwakke signalen dat ding nog kunt volledig decoderen. En daardoor heb je natuurlijk een trage snelheid. Inderdaad, maar je gaat er ook ver kunnen mee geraken. Dat is het voordeel. Maar 114 bits per seconde zijn. Bytes. Bytes, oh. Ja. Hoeveel sneller dan is dat dan de fax of de telex van vroeger? Dat was 45,5. Ja. 45,5. Dat was 15 bytes. Ja. Bits. Dat bestond in een boot was stijf. Hier zit je aan. Wat gaat dat draaien op 4,8 kilobit of zoiets is het denk ik dat de data sneller is van de DMR. Dat was wel zwaarder mee te nemen, dat is een telex. Daar zat geen forward error correction op, om maar iets te zeggen, is er hier zo op. Ja, nu het feit is wel zo dat alleen, hier maak je gebruik van eigenlijk iets wat je thuis ook hebt, bij manier van spreken. Een laptopje. Een luxe in dit geval, of een pc, wat dat een laptop, bij manier van spreken, heeft tegenwoordig iedereen. Ja, je hebt geen modem nodig die je moet aansluiten op een analoog toestel om dan packet radio of wat te gaan doen. Uiteindelijk is dat hetzelfde wat er dan mee gebeurt, alleen via het DMR-netwerk. Hè. Ja. En ik kan dus ook in Oostende op 0OST bijvoorbeeld, of in het zuiden van Frankrijk. Ja. Maar ja, want iedereen die, want dat wordt gebroadcast op slot 2 naar TG2069123567789. En als jij dat in je RX-list hebt steken, kun je dat in principe ontvangen. Ja. En als je een repeater erin gedefinieerd is dat je de dynamic tag's op hebt, natuurlijk, als die ook op brandmeister hangen, dan gaat dat natuurlijk. Je hebt twee verschillende netwerken, gaat dat niet werken. Nu, het idee is. Wij hebben dat zo gemaakt dat dat over het netwerk gaat. Waarom? Omdat dat voor ons te testen natuurlijk heel gemakkelijk is. Omdat je het anders dan niet hebt. Maar je begrijpt ook dat in het geval van nood, dat ding ook gewoon over simplex draait. Hè? Ja. Daar is geen discussie over. Hè? Het is niet dat je zegt, ja, maar ik moet een repeater hebben. Hè? Dat is niet. Nee. Je kunt dat ook op simplex niveau doen. Maar ja, voor ons is dat gemakkelijk, hè, dat we dat thuis op de tafel kunnen zetten en beginnen spelen met elkaar. We moeten het ons niet moeilijker maken als het netwerk er is, als de repeater er is, ja, dan gebruik je het natuurlijk. Hè. Is het toegelaten door BPT, die datafonds? Waarom niet? Je moet toch tekstberichten sturen ook? Ja, wij moeten dat ook kunnen volgen. Dus we kunnen dat volgen, die software is vrij. DMR kun je ook volgen als je toestel pakt, anders kun je dat ook niet volgen.
dat wanneer men zou problemen maken over dit verhaal van data, dan moet men de RRS rapporten die de toestellen zelfstandig uitsturen eraf kegelen. Dan moet men alles wat GPS data is eraf kegelen. Dan moet men alle management data uit DMR er gaan uitkegelen. Want dat kunnen we niks meer, dan kunnen we beter alles weg doen. Maar als je gaat gelijk met Winlink, ik ken nu Winlink, maar het is van op afstand. Wat is dan het interessantste? Het zaak is, in geval van, zijn wij als radioamateur bevoorrecht. Waarom? Omdat wij een grote diversiteit kennen. En als jij twee punten moet verbinden, dan knutselt je wel iets in elkaar terwijl dat werkt. En daar heeft iedere molen en iedere technologie zijn plaats. Als ik en u juist pakket hebben, ja, wat zullen we dan niet op pakket gaan doen? Technieken gaan vergelijken en zeggen van dit is beter of dit is slechter, ik denk dat dat niet, nou, fijn, één is als doelstelling, niet als hobby voor dat te gaan doen, dat kunnen we onderlinge discussies wel doen, maar we moeten niks profileren, hè. Alles is goed, hè. Al wat je doet is goed. Hè. Ja, maar morgen komt er iets anders uit. Ik bedoel, waarom zouden we het niet gaan gebruiken en testen? Hè? We weten met Jezus het en heel wat. En ja, je hebt toch van alles, kom. Waarom zouden we dat niet doen? Maar echt gewoon zeggen van je moet dit of je moet dat. Nee. We hebben de laatste oefening die we gedaan hebben met Biers in Limburg, hebben wij een beetje alles door elkaar gebruikt. Daar hebben we Limburg gebruikt, Winlink gebruikt voor communicatie te doen met de Nederlanders. Why not, hè? Dat was trouwens geen bierschakker, nee, geen bierslid zelfs, denk ik. Ja, dat maakt ook niet uit, hè? Nee, dat was Rudy, hè? Dat was Rudy, hè? Zeven en getempeld. Dus waarom niet? Ik bedoel, daar gaat het hier in slotte niet over. Het is ons hobby, het is gewoon om te zorgen dat we ons amuseren. En de techniek die we... Ja, en dat kan gebruikt worden. Ja, het is handig als je zegt, het kan nuttig gebruikt worden. Het is altijd fijn, hè? Dat je ook nog een gevoel hebt van, we kunnen er ook nog echt iets mee doen. Het is niet alleen voor ons bezig te houden. Kunnen we er een oefeningsjes gaan doen? Ja. Kunnen we dat perfect doen, hè? Kunnen we zo wat berichtjes naar elkaar gaan sturen? Want het grootste probleem, zeg maar zeker, hè, op het moment dat wij een technologische oplossing hebben voor een verbinding te maken, is niet die verbinding. Hè. Wij spelen wel degelijk een gat, maar je zorgt dat die formulieren ingevuld worden en aan de andere kant komen. Dat is het grootste probleem. Hè. Als je maar twee punten moet verbinden, is dat geen probleem. Hè. Dan weet je wat je hier erin zit, komt aan de andere kant eruit. Maar als je half België moet gaan voorzien van radiocommunicatie of wil meespelen in het verhaal, hè. Want die zeggen moeten is altijd een groot woord, maar als het echt serieus er tegen zit en je zou het op veel andere plaatsen moeten communicatie hebben, ja, dan moet je ook weten waar moet dat naartoe, hè. Langs wie kan ik daar raken.